Een studie kiezen. Hoe doe je dat? De UvA helpt je hierbij aan de hand van 5 stappen. De eerste stap is oriënteren. Begin bij jezelf en bedenk wat je echt leuk vindt en waar je goed in bent. Denk eens na over wat voor werk je later wil doen. En bespreek dit ook met mensen die je goed kennen. Wat zijn volgens hen jouw kwaliteiten en talenten? Ook al lijkt het nog ver weg, de keuze van je profiel in 3 VWO kan van invloed zijn. Voor veel opleidingen heb je specifieke vakken nodig, zoals wiskunde B, natuur- of scheikunde of biologie. Begin dus al met oriënteren. Ga in gesprek met je schooldecaan of download de studiekeuzeopdrachten van de UvA-website. Hierin staan handige tips en opdrachten die je helpen bij het aanscherpen van je ideeën. Als je het lastig vindt om dit zelf te doen, kun je ook een studiekeuzetest nabespreken met een studiekeuzecoach of een workshop doen bij de UvA. Op studiekeuze 1, 2, 3 en de UvA-website vind je overzichten van alle bacheloropleidingen. Maak zelf een lijst van opleidingen die je aanspreken. Zet op een rij wat je er positief en negatief aan vindt. Heb je bij deze vragen stilgestaan? Dan ben je klaar voor stap 2, verkennen. Daarbij onderzoek je welke studies bij je passen.